bliksemcentrale ontzorgt. En dat is eigenlijk een hele sleetse term inmiddels, maar het is wel precies wat we eigenlijk hier doen. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat de klant niet de moeite hoeft te doen, alle inspanning hoeft te leveren en desgewenst alles hoeft in te vullen. Ook zelfs dat kunnen we uit handen nemen om uiteindelijk voor een goede visumafhandeling op te gaan. Binnen de reisbranche wordt natuurlijk heel sterk nadruk gelegd op het verkopen van de basis, dat is de reis. Daarnaast is er niche. Visum is daar één van, maar wel een hele belangrijke niche, want uiteindelijk begint het daar. Zonder visum kom je het land niet in. Cuba, Verenigde Staten, China zijn toch wel bestemmingen die leisurematig veel worden geboekt. Waarbij we ook merken dat er een toenemende vraag naar visumverwerking is. Waarom zou je een klant wel wijzen op verzekeringen of vaccinaties en visa buiten beschouwing laten? Uiteindelijk is hetgene wat je aanbiedt aan de klant is een compleet pakket. Een compleet pakket om ervoor te zorgen dat die klant onbezorgd op reis kan. Als je als reisagent of touroperator contact met ons opneemt, gaat dat in de regel via het contactcenter. Dat zijn collega's die heel breed zijn georiënteerd. Die hebben de kennis, het zijn de consultants. Die weten antwoord op de meest elementaire vragen. Die kunnen je door het proces heen helpen. Die kunnen je uitleg geven over de website. Die weten dus precies antwoord te geven op de vragen die jij stelt. Reisbureaus die bellen ons met vragen over de visumaanvragen. Ze bellen vaak met klanten bij hun aan de balie, zodat zij van tevoren weten wat ze moeten doen. Om ervoor te zorgen dat de visumaanvraag geen vertraging op gaat lopen. We beschikken ook nog over een afdeling VIP, Special Services. Het is zo dat daar alle complexe visa, zoals bijvoorbeeld in work permits, offshore visa verwerkt. Dat is toch wel hele specifieke aanvragen, vaak van grote baggerbedrijven en et cetera. Die worden daar weer verwerkt. De wat meer ervaren mensen en medewerkers binnen visumcentrale. Timeframes zijn nog meer essentieel op deze desk en communicatie zal gewoon nog scherper en rapper zijn dan de toeristische markt. Als een paspoort wordt verzonden naar ons, dan komt het binnen bij de afdeling receptie. Zij zorgen dus voor intern verzending weer naar de afdeling process, waar vervolgens de beoordeling van de documenten plaatsvindt. Wat feitelijk op de afdeling process dus gebeurt, is dat er een check wordt gedaan van alle benodigde documenten. Alles dat is ingevuld, dat wordt gematcht met de eisen die de ambassade stelt. Als het overeenkomt, is het eigenlijk klaar en wordt het verzend klaargemaakt. Ja, wij nemen dat dan in behandeling. Wij gaan vervolgens met de klant communiceren over dat er eventueel documenten nog extra dienen aangeleverd te worden. Dit heeft te maken met dat de ambassades de regels dagelijks veranderen. Zodra ingevulde documenten en paspoorten worden verstuurd naar de ambassades, komt de afdeling dispatch in beeld. Ambassadecouriers zijn geschoolde mensen die precies weten hoe de visumaanvraag feitelijk verloopt. Die de procedures kennen, die ook contact hebben met de ambassades zelf. Zodra het visum is beoordeeld door het consulaat of de ambassade, wordt door dezelfde couriers ook de documenten weer opgehaald. Er wordt opnieuw bekeken of ook het visum dat is afgegeven wel het juiste is. De reiziger is uiteindelijk degene die bepaalt waar de documenten retour gestuurd mogen worden. Dat kan zijn op de luchthaven, bijvoorbeeld in het geval van een last minute. Het kan zijn bij de reisagent op kantoor, het kan ook bij de klant zijn. Zelfs bij ons op kantoor, als een klant dat toch graag zelf bij ons wil ophalen. Eigenlijk alles wat hier gebeurt, heeft ten doel om de veiligheid te waarborgen. Visumcentrale beschikt ook over een tweede vestiging in Amsterdam. Prima toegankelijk, dezelfde kennis en service als hier in Den Haag. Het is niet altijd voor alle bestemmingen duidelijk of een visum benodigd is. Daarvoor is ook weer de website beschikbaar. Om in ieder geval die informatie naar voren te halen. Wat heb je nodig? Wanneer? Waar? Wat moet een klant voor zorgen? Waar kan jij bij assisteren als reisagent? Wil je in ieder geval op de hoogte blijven van de laatste visumontwikkelingen? Kijk dan gewoon op visumcentrale.nl. Heb je nou toch nog vragen die niet met de aanvraag zelf te maken hebben, maar waarbij je ondersteuning zou willen hebben? Neem dan altijd contact op met de afdeling sales support of met account management. En daar zijn we met 6 mensen om jou gewoon met raad en daad bij te staan.